video. Vandaag ga ik lekker naar Amsterdam met Marlou. En het wordt echt een hele leuke vlog. We gaan namelijk langs wat PR-bureaus, Le Café Noir. En gewoon wat heerlijke shops en gewoon lekker Amsterdam verkennen. Ik heb weer een heerlijk lookje aan, gewoon lekker casual. Laat ik jullie zo wel even zien. Maar ik neem jullie lekker mee in de eerste trein. Oké, liefjes, wij zijn ondertussen in Amsterdam. Ik ben alweer met Lou. Kijk hoe lekker haar fitje ook is. Love it. Lekker Danny en Zakspot. En wij gaan nu eerst naar de showroom van de Monkey van Ona Agency. Nog nooit allebei gedaan, dus ik ben een beetje benieuwd. Maar wel heel fun. Maar ik neem jullie gewoon mee. We zijn nu bij de Monkey Showroom. Kijk hoe heerlijk deze jumpsuit is. Lou gaat nu even passen, daarna ga ik passen. Maar hoe fun is dit? Je kan hier dus... We hebben nog nooit showrooms gedaan, dus dat is wel fun. Je krijgt dus gewoon hier een soort van installatie. En dan kan je dus allemaal items pakken. En dit is dus allemaal een nieuwe collectie. Of net oude collectie. Maar kijk hoe fun. Ik heb nu deze uitgekozen. Deze top. En dit is deze lingerie setjes hoeven. Love it. Heel leuk, Lou. Oké, ik heb wat heerlijk kleurrijke items uitgekozen. En Jenny pakt het nu heel lief voor mij in. Heel fun. Oké, wij zijn net bij Ona vandaan. Het was echt super fun en leuk. En we zijn al gelijk bepakt en bezakt. We moeten eigenlijk zo een halletje doen of iets. Oh ja! Wordt wel een beetje echt in een parkje of zo. En nu gaan we lekker bijkorven in, want chill! Oké, liefjes, we gaan nu of course even de Love Stories in. Kijk hoe heerlijk dit roze al is. Echt, ik wil het. Ook dat stofje trouwens van het onderbroekje. Heerlijk. Heb jij die niet aan? Volgens mij wel. Ja, ja. Toch? Kijk die kleur. Oh, die Havaianas ook. Ik wil het. Kijk hoe fun dit ook is. Love it. Oké, hoe fun zijn die? En echt, ze hebben een nieuwe collectie, wat? Oké, we zijn net doorgelopen en hier zit Stiglet. En daar moeten we of course ook even kijken. Ik ben benieuwd hoe die mij staat. Dat staat jou wel. Doe even nu die Sonice die ik ook heb hiervan. Ze hebben hem dus ook in bruin en zwart. Hoe fun. Kijk deze store ook even, jongens. How pretty. Oké, ik ga even passen. Ik zag namelijk deze. Je ziet het niet heel goed, de kleur. Het is veel meer geel. Is €53 nu. En dan de t-shirts ook altijd lekker. Alleen ze zijn wel echt oversized. Dus ik ga het even passen. Oké, ik heb nu een t-shirtje aan. En dit is best wel fun. Hij is wel huge. Maar wel leuk. We zijn nu weer lekker weg van lunch en we gaan nu even naar Lizzie. Wij zijn echt nog heerlijk door aan het shoppen en gaan nu even de Annalena in. Oké, liefjes, we hebben ondertussen heerlijk
wat geshopt. We voelen ons echt gepakt en bezakt. Zijn lekker bij Love Stories geweest shoppen. Even bij Lizzie geweest. En echt heerlijk geluncht dus bij Wolf. Ja. Dat was echt heel fun. En nu gaan we gewoon even lekker wijn en wat kaasjes eten. We zijn nu in de Pijp. En Lizzie zei dat Blue Blue heel leuk was. Dus daar gaan we of course even naartoe. Maar heel fun. En ik dacht, ik laat jullie nog even een kleine haul zien van de items die ik heb gekozen of heb gekocht. Want volgens mij heb ik niet in de vlog precies alles laten zien. Dus ik dacht, ik unbox dat nog even voor jullie nu het nog licht is. Allereerst Love Stories. Ik koop eigenlijk niet heel vaak wat bij Love Stories. Hier en daar wel eens, of als ze een samenwerking of zo hebben. Maar nu wouden we er echt heen, omdat ze echt een superleuke samenwerking voor zonnebrillen hebben. Die paarse die jullie zagen, en die vonden we echt allebei heel leuk. Lizzie had hem ook op. Maar we hebben hem uiteindelijk allebei niet meer gekocht. Wel heel fun, maar was best pricey voor hoeveel die de zon blokkeert. Maar wellicht in de toekomst nog. Maar allereerst heb ik dit topje bij Love Stories. Je kan hem dus lekker als lingerietje gebruiken. Maar hij was ook echt onwijs leuk gewoon op deze jeans. Dit was trouwens de archive van Another Stories. En die zit in de Pijp. Dus dat is echt een aanrader. Want je hebt daar dus nog hele mooie spulletjes voor echt 50-70% eraf. Dan dit panter topje. Echt hoe fun is dit? Dit zijn echt twee topjes die echt staples zijn forever. Zag er ook echt heel luxe uit. Gewoon met mijn chanelletje, deze slippers en mijn jeans. Super fun. Dan zag ik ook nog deze hele mooie body. En deze heeft Marlou ook. En echt, I love it. Ook heel leuk met een blazer. En hij zat echt super mooi. Maar hij is ook gewoon leuk voor deze tijd of zo. En dan zag ik dus ook nog deze tee. En deze was echt heel goedkoop. En ik vond dit wel een beetje Isabel Marant vibe hebben of zo. Maar die zat gewoon best wel heel mooi. Een hele leuke fit. Ik heb een maatje L. Dus wel lekker een beetje oversized. Maar het was echt een leuke fit. Eén soort van, ik kan hem hartstikke chill gebruiken als pyjama. Maar hij was ook gewoon leuk voor summer nights. Dus dat was van Love Stories. Dan zijn we bij de Stiglets geweest, zoals jullie zagen. En daar kreeg je ook echt een heerlijke tote voor fun. Ze hadden die ook in het oranje en het roze volgens mij. Maar gewoon leek mij wel leuk. En daar heb ik dus deze heerlijke tee gekocht. Ik was dus echt al een hele tijd op zoek naar gewoon een lekkere knalroze tee. En deze zijn echt onwijs zacht. Hij heeft dus hier klein het logo van hun in beeld. Ik weet niet of je dat hier kan zien. Zo erin gestitcht. Heel leuk. En hij is gewoon heel zacht. Het is een soort van redone of zo t-shirt. Dus hij heeft een soort van rip erop. Maar hij is zo chill. Echt love it. Wat wel grappig was trouwens, is dat we ook allebei de gele trui er hadden gepast. Maar het stond ons echt niet. Het was een XS'je, maar dat een hele oversized fit. Maar de onderkant was een beetje weird. Maar toen zagen we het dus later op het terrasje met anders ermee lopen. Ik denk in een groter maatje. En het stond echt een meespas. Dus toen hadden we het toch nog bijna in een grotere maat besteld. Dat was wel fun. En daarnaast zijn we nog even, of het eigenlijk allemaal ervoor, ik doe het in de verkeerde volgorde, zijn we nog even bij de Mango geweest, omdat we bij de Bijenkorf en toen ook bij de Kalverstraat en zo waren. En daar zag ik dit broekje, die hadden ze ook blouses van en jurkjes volgens mij. En ik vond dit echt Pucci vibes. Deze print is echt gewoon Pucci als je het mij vraagt. Dus dat vond ik wel heel fun en hij blendt dus heel mooi met mijn nieuwe tas. En het zijn gewoon mijn kleurtjes, dus ik dacht die zijn fun. En deze was in de zilver volgens mij 16 euro. Ik moet hem wel nog even passen. En dan allereerst waren we dus eigenlijk bij Ona. Dat is deze agency. En daar mochten we heerlijk items van Monkey uitzoeken. Allereerst heb ik daar, eigenlijk is deze van de Levi's. Maar deze is er niet gehaald. Hoe fun zijn die? Echt love it. Kwam ook met een case erbij. En ik heb daar gewoon wat heerlijke items uitgekozen. Super lief trouwens. Allereerst dit braletje. Hoe fun is dit? Echt, I'm obsessed. Met een heerlijk broekje erbij. Heb ik er nog een groen setje. Dit is ook een onwijs mooi braletje. Daar is de Monkey trouwens echt heel goed voor. Voor een leuk lingerietje voor een leuke prijs. En ook met een broekje. Heel fun. Dan zag ik deze top. En deze vind ik gewoon heerlijk easy. Met bijvoorbeeld ook deze jeans en eventueel deze blouse. Trouwens ook leuk over deze blouse, denk ik. Easy, love it. Dan, hier moesten Marlou en ik echt de hele tijd om lachen. Omdat als we deze print zien, is het zo niet ons. Maar het model van dit jurkje is echt amazing. Kan je denk ik nu niet heel goed zien. Maar het heeft een hele mooie pop. Maar vooral de cup
is echt onwijs mooi. Hij valt wel wat korter, maar ze had hem dus in het rood aan. En het zag er echt geweldig uit. En ik denk dat als je deze heel leuk stelt, met een goede tas en een goede schoen, dat is helemaal fun. Dan heb ik dus deze geweldige slippers daar gescoord. Hoe fun zijn deze? Ze zijn ook lekker licht, wat top is voor reizen. Maar deze vond ik echt helemaal amazing. Dus die moest ik of course ook hebben. Dit is echt unstable forever. En dan lastly nog een paar sunnies. Dat is altijd handig. Ik was trouwens ook echt toe aan een andere sunny. Of een nieuwe. En dat zijn deze ook heel fun en classy. Maar ja, dat was dus wat ik vandaag deels heb gekregen en ook lekker heb gekocht. Het was echt heel fun en we gaan dit zeker nog vaker doen. Nu hebben we het zeker Amsterdam gedaan. En willen ook een keer Antwerpen doen. En we hebben misschien ook wel travel plans of verhuisplans. Dus dat is heel leuk. Maar het was echt super leuk. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En als jullie vragen hebben, laat het lekker in de beschrijving. Of als jullie meer van dit soort dingetjes willen zien, laat het mij weten. Want dan maak ik dat zeker. Doei doeg!